Hey, ik ben Anthony van Guitar King Studio. In deze video hebben we het over een zeer klein oefenversterkertje. En als je eigenlijk op zoek bent naar een versterker om thuis mee te spelen, dan zijn er een paar zaken die je eigenlijk wel moet weten over deze Blackstar Fly. Nu, het versterkertje zelf op zich is dus heel klein, is 3 watt. En we zullen het even aan de test hier onderwerpen in deze video, zodat je kunt zien wat er allemaal eigenlijk in de doos zit en wat er in dit versterkertje rondgaat. Zelf had ik eigenlijk al jaren de grotere broer van de versterker in huis, een grotere Blackstar lampenversterker. En ik ben eigenlijk ook zeer tevreden van deze versterker. Nu in het klein practice ampje gaan we even op zoek naar de verschillende zaken die we ermee kunnen doen. En eigenlijk heel fijn van de mensen bij Blackstar is dat de versterker direct uit de doos komt met batterijkjes. Dus vanaf dat je hem eigenlijk uit de doos haalt, kun je op power drukken, inpluggen en direct beginnen oefenen of jammen. Dus ik heb net het mini versterkertje ingeplugd. Dit zijn de clean tonen uit deze versterker. Dus zoals je merkt, een zeer degelijke clean toon van wat je kan verwachten van zo'n klein versterkertje. Ook goed om te weten is dat de versterker op dit moment ongeveer rond de €65 gaat. Met batterijen eigenlijk included, wat dat wel straf is. En op de versterker zelf zijn er verschillende knoppen, verschillende leuke settings die we kunnen gebruiken. Zoals hier de gain setting. Dus overdrive kunnen we hier inschakelen met deze kleine knop. Als je meer een rock sound wilt. Dit is eigenlijk de sound die je nu zal horen met de gain ongeveer in het midden opengedraaid. Halverwege opengedraaid. Dus zoals je merkt, eigenlijk ook om te oefenen een zeer degelijk budgetvriendelijk overdrive toontje hier uit deze kleine Blackstar Fly. En als we de volledige gain knop opendraaien, want dat doen we natuurlijk soms eens allemaal graag, dan krijgen we deze overdrive tones. En dan zit er eigenlijk een equalizer in om de overdrive te gaan regelen. Ze noemen dit de ISV, Infinite Shape Feature, waarmee we de overdrive toon ook kunnen gaan veranderen. De sound van onze overdrive. Dus dat is met de knop in het midden. En als ik deze nu helemaal naar rechts draai, dan krijgen we deze overdrive tones. Dus zoals je merkt, eigenlijk een zeer fijne gain. Toch voor wat je van de prijs kan verwachten. En dan hebben we hier ook een delay. Dus als we deze zullen gebruiken. Thank you.
Dus ook eigenlijk prijs-kwaliteit een zeer degelijk delay-effect hier. Dus ik hoop dat je deze korte demo leuk vond. Dus Blackstar Fly versterkertje, zeker een leuk budgetvriendelijk versterkertje om gewoon thuis mee te oefenen. Kan je gewoon zo op je tafel zetten en mee meespelen. En als je deze video leuk vindt, dat je wil je meer verdiepen in het gitaar leren spelen en beter worden op gitaar, zeker even subscriben op het kanaal. En op de website gitaarles.be vind je heel veel verschillende bronnen die je gratis kunt downloaden omtrent gitaar leren spelen. Dus zou ik zeker even aanraden om deze te bekijken. Tot in de volgende!